Marinus, het leek me zo leuk om uit de collectie van de bibliotheek eens een beetje het grootste of het zwaarste boek versus het allerkleinste. En nu heb je er twee gevonden in de kluis. Dat klopt. In de kluis vermoed ik dat dit het zwaarste boek is. We moeten straks even kijken. We verwachten wel dat het rond de 20 kilo weegt. Dus het kan net mee het vliegtuig in, maar ook niet meer dan dat. En het is een Bijbel, niet eens zo heel oud hoor. Het is een Engelstalige Bijbel uit 18, even spieken, of zelfs 19. Nou, het is zelfs zodanig dat ze niet eens een... aan de druk te zien zou ik zeggen, eind 19e, begin 20e eeuw. Want er zitten Jugendstil-achtige voorstellingen. Prachtige prenten, ja. Ik zie hier 1899 staan. Dus deze print van Eva met de appel is uit 1899. Dus die Bijbel zal ook uit die tijd zijn. Dit is dus het zwaarste boek in de kluis althans. Misschien in het magazijn kunnen ook wel grote dingen nog zitten. We hebben ook nog hele grote atlassen, nieuwe atlassen, moderne atlassen. Of die 20 kilo wegen, dat zou moeten... Nee, die stonden vroeger ook inderdaad in de open opstelling. En dan, ja. Kon je, ja, dan ja. Zie je gewoon complete ja, kaart in. Het is waarschijnlijk het kleinste boek. Of een voorbeeld van de kleinste boeken die we in de bibliotheek hebben. Dit was een drukproef. Een meesterproef. Dat moesten drukkers, boekbinders, boekverkopers die toe wilden treden tot het gilde in Middelburg, die moesten een proef afleggen. En als dat naar wens was, dan werden ze toegelaten, dus een meesterproef eigenlijk, dan werden ze toegelaten tot het gilde. De meesterproeven die we hier hebben, ik geloof zowel van Middelburg als Vlissingen, dat dateren uit de tweede helft van de 18e eeuw. Maar de gilden zijn in de Franse tijd opgeheven. Dus toen stopte men ook met het vervaardigen van dit soort boeken. Maar dit boekje, ja, dat weegt ons misschien nog minder. Ja, nog minder. Maar deze waren ook niet echt bedoeld om te lezen. Het was inderdaad meer om de vaardigheden. Nee, precies. Het is ook niet te lezen. Het is zo, hoewel, het is wel leuk, want kijk, er staan zelfs plaatjes in. Ja, dat is toch buitengewoon, hè? Het is denk ik 6 centimeter groot of zo. Ja, hooguit, ja. Kijk, er staan zelfs plaatjes in. Dus de inhoud was wel enigszins serieus. Is zo'n klein boekje, is dat ook nog van enige waarde? Ja, tuurlijk. Ja. Want er zijn er weinig van bewaard gebleven. Ja. De meeste zijn in de loop van de tijd weggegooid. Dus de wet van de schaarste betekent dat deze dingen, die toen de tijd niks waard waren, behalve voor de nieuwe meester, betekent voor nu iets heel kostbaars, omdat ze zeldzaam zijn. Ja, nou ja, heel interessant, Marinus. Dus dankjewel voor de toelichting. Graag gedaan.